Yo guys, let's hier met vandaag een nieuwe video en vandaag spelen we eindelijk nog eens CSGO. Dit is super lang geleden, we spelen op cash, het is de opwarmronde en ik heb weer voor een hele tijd niet geüpload. Dat komt gewoon omdat ik het zo druk heb en ik had er niet te veel over zagen. Maar nee, welkom bij een nieuwe CSGO video. Hallo team. Wauw, dat vind ik wel goed, een team dat helemaal niet spreekt tegen u. Maar oké, laten we gewoon het beste van maken. Welkom bij een nieuwe video van CSGO, de solo queue op cash. Dat is lastig. En ik moet wel gelijk een 1v4 clutchen. Armed. Die guy had ik goed gehit. Voilà, dat bedoel ik. Voilà. Oh, oh. Oh. Huh, wat? Ah, fuck. Het was nog die nice try nog wel. Ik had hiervoor een potje gespeeld op een nieuwe map, die ik nog nooit had gespeeld. En ik ga eerlijk zijn, dat was zo'n slecht kut idee. Dat was de saaiste video ooit, trok op niks. En waarom force hij zelfs met een galil? Ja, deze is niet goed. En ik ben weer al alleen. Oh, ja, dat was dom. Ja, dat was slecht. Komt hij nou gewoon weer onder galil zonder armen? Ah, ik weet hoe het zit. Ze zitten allemaal in een Discord call. Oh, het is zo'n game. Dat ik geen calls hoor en dat de rest wel de calls hoort, omdat... Is dit nu serieus een troll? Ik denk nothing forklift. Ja, something. Dat is typisch als ik iets anders vast heb, dat er ineens... Ik schat dat ze ongeveer tegen de vijfde à de zesde ronde gaan beginnen met trollen. Ik denk ongeveer tegen die ronde. Ja, ik ken zomaar een boot niet voor mid. Ik krijg geen respons en niemand zal mij boosten omdat ze afgesproken hebben in de Discord call om naar B te gaan. Allee, mannen pushen. Oeh. Voilà, dat is geregeld. Ah, jongen, echt wat voor een dikke idioot zit ik nu weer in het team. Oh, oké. Okay. Good job, guys. Good job. And now give calls through this game so I can also hear them. Engels on point. Ja, vergeef mij, ik heb de afgelopen 2 jaar over koeien geleerd. The call is dip, 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 dip. My, haha, grappig. Green, do you want to drop me? Kijk, hij is gewoon zo'n fucking kunt dat hij dat niet doet. Ja, ik speel niet met deze shit. Dit is geen Call of Duty, wat moet ik hiermee hakken? Thanks. Oh, wacht, ik kan een M4 pakken, want ik kan echt niet met deze scheid spelen. En tenslotte nog geen Call of Duty aan het doen, hè. Dat is trouwens de slechtste neat van mijn leven, maar oké. Okay. Oeh. Oh! Ik heb trouwens ook mijn tweede dienstmedaille badge van 2018 al, dus ik ben officieel verslaafd. Ja. Ja, wat een kutsmoke. Dan gaat iedereen dood. Uh-oh. Wacht, ik moet hem pakken. Got him. Voila. En ik heb de MVP niet gekregen. Oké, dan. Nee, maar hoe is het met jullie? Hoe is het op de hogeschool? Oké, dat is mijn poging tot interactie met mijn kijkers. Mijn 3 vaste kijkers. Oh, fuck. Al gelid voor 55. Oh, wait. Wait, yellow. Thanks. Oh, voilà. Dat was een nipte. Dat was echt een nipte, maar dood is dood. Het is tactische Nike. Amai. Ja, voilà. Stop met mij te pieken! Ja, nu doen ze niet meer zo graaf, hè? Nu ik toch frek sta. Nee, nu doen ze niet meer graaf. Wat ik ook al eventjes zou zeggen, is dat de volgende CSGO-video echt een speciale, leuke video gaat zijn. Waarom gaat die speciaal leuk zijn? Omdat dat zal de 10e video zijn en dat zal de Dust 2 special zijn. Niemand gaat daar rechts aan komen. Voilà. Oeh, maar ja. Wat haat ik ouders in SSG? Wat haat ik ouders in SG? Die wapens horen in Call of Duty en niet in... Fucking retard. Oké.
Oké, laten we beginnen met de eerste ronde aan de CD-site. Let's go. En het is natuurlijk... Oh, maar de guys weten dat ik op B zit en zo bang zijn voor mij. Er moet iemand dringend gaan defusen. Want... Wat heb ik misgedaan? Wat heb ik deze wereld misgedaan? We hebben dat gewonnen, dus ik pak een shotgun en ik kan bij eens heel goed verdedigen. Oh, fuck. Ja, godver. Oh, nice. Ah, fuck. Ah, ik had hem toch nog... Oh, ja, nee. Nee, hoe kun je knife of fucken? Oh, deagle. Ja, wacht, hè. De deagle. De deagle kills. Ik moet de goede positie hebben voor de deagle kills. Ah. Maar ja, hoe gay was dat? Ah, voilà. Het was geen headshot, maar het was wel een kill. It's B. Ja, merci om iets te zeggen, mannen. Oh, dat was very quick. Kijk, kijk. Dat had ik niet zien aankomen. Allee, gast. Sinds wanneer kijk ik niet zelfs naar die spot? Ik ga gewoon mijn shotgun campen op B. Kijk nou of we er nog een grappige play uit kunnen krijgen. Oké. Ze zijn op B. Ze zijn op B. Hier. Ja. Oké. Allee, maar... Hoe kan ik er maar één gekillt hebben? Dat was er toch duidelijk op. Safer weapon. Ja, nee. Piek maar. Ga maar dood. Ja. Goed, man. Amai, goed gespeeld. Perfect. Of weet wel, ja, Elu team heeft geen gun, dus ik koop een AWP voor mijn eigen meld. Dat geld. Fucking idiot. Come on, go helpen. Xephron, you can backrape him. Kijk, hij gaat het nog upfucken, hè? Mark my words. Come on. Ja, maar fucking dommerik! Why aren't you listening? Oh. Ah, godver. Dat piekte toch niet met een P90? Is wel. Oh, dat was mezelf aan het zien. Kijk, hè, en door zo'n retarded guys krijg ik dus een D-rank. Ja, leuk, safe man. Het is vooral niet de laatste ronde. Kijk hè, en dan ga ik menu. En ik heb mijn rank nog. A surprise, to be sure. But a welcome one. Maar oké, ik ga deze video van CSGO wel afsluiten. Vond je deze video leuk? Vast een blauwruimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer CSGO. En dan wordt het een speciaal dus 2 video. En ik zeg ciao.